Goedemiddag. Vanuit mijn functie als pedagogisch medewerker maak ik samen met mijn twee collega's deel uit van het plasschoolteam. En onze taak bestaat er eigenlijk in om de kinderen die toekomen op de plasschool te begeleiden voor de plastraining. Wanneer de kinderen de maandagochtend met hun ouders bij ons toekomen, is er eerst een intakegesprek, waarbij de verpleegkundige aan de hand van een inlichtingsblad, dat u hier kan zien, een aantal vragen stelt met betrekking tot het eten, drinken, slapen en eventueel stoelgang van de kinderen. U ziet bijvoorbeeld bij eten en drinken dat navraag wordt gedaan naar de eetlust van het kind, worden er tussendoortjes genomen, zijn er voedselallergieën. Bij drinken komt ook de vraag van hoeveel drinkt het kind, wat drinkt het kind. Naar plassen toe ook een aantal vragen. Hoe plast het kind? Is er een goede plashouding? Wanneer plast het kind? Kan het kind bijvoorbeeld spontaan of de plaslang ophouden of eerder snel gaan plassen? Is het spontaan of op vraag? En al deze zaken en nog andere, bijvoorbeeld de stoelgang. Indien dat nodig is, zijn daar ook een aantal vragen over. En alle andere vragen naar hulpmiddelen, slaapgewoontes, medicatie, zorgen ervoor dat we dan ook het kind goed kunnen begeleiden en indien nodig bijsturen. Wanneer de verpleegkundige geeft dan een map en daarin zit een dagindeling. En samen met de ouders en het kind wordt heel die dagindeling besproken. U ziet bovenaan dat er plaats is voor een patiëntenetiket en de datum. En per dag krijgt het kind zo'n blad in een persoonlijke map. En dan ziet u een aantal tijdstippen waarop de kinderen moeten drinken en met de bijbehorende hoeveelheid. Normaal gezien drinkt een kind, een lagerschoolkind, 1,5 liter per dag. Dat is vrij veel. Bij kleuters is het iets minder, dan gaat het over 1,2 liter. En op bepaalde tijdstippen wordt er gedronken. Wanneer het kind dat dan gedronken heeft, is het de bedoeling, aanvankelijk met onze hulp en later met de ouders, om dit aan te duiden. Ofwel door het omcirkelen van de beker of aan te kruisen. Wanneer het kind moet plassen, wordt dat ook eerst en vooral gemeten en daarna ook ingevuld op de plaats die u ziet. En wordt er de vraag gesteld, was het nu dringend dat je moest plassen of was het niet dringend? En voor een aantal kinderen is dat niet zo evident om te beantwoorden. Na het plassen is er ook telkens een broekcontrole. In feite gebeurt dat door het kind zelf, maar wordt natuurlijk ook gecheckt door de verpleegkundige of door iemand van ons. En wordt er eigenlijk nagegaan, was mijn broek nu droog? Was het een beetje nat? Was het helemaal nat? En kan dat ook aan de hand van die figuurtjes aangeduid worden? Bijvoorbeeld de zon is helemaal droog, zon met een wolkje is een beetje nat en een regenwolk is helemaal nat. Soms wordt er ook gevraagd van de dokter om ook een stoelgangstraining te doen. En dan zijn er ook een aantal momenten waarop het kind stoelgangtraining krijgt. Dat is eigenlijk, zoals Lies al aangaf, na de maaltijd een 5 à 10 minuten. Voor veel kinderen is dat heel lang. En dan is het ook wel de bedoeling dat wij heel veel motiveren om dat goed te doen. Dat kan ook ingevuld worden met de gezichtjes. Een lachend gezichtje is van, ik heb het geprobeerd, het is mij gelukt. Een middelste gezichtje is van, ik heb het geprobeerd, maar het is niet gelukt. En het onderste is van, oeps, ben het vergeten of het was te laat. Er is ook 's nachts zo'n nachtplanning waarop door de verpleegkundigen een aantal zaken kunnen ingevuld worden. Natuurlijk zal dat niet zo intens zijn dan overdag, maar daar kunnen ook heel veel dingen op komen. In de map van het kind is er ook een blaadje voorzien waarop eigenlijk vanuit het team een aantal opmerkingen of zaken kunnen gemeld worden. En aangezien dat kind heel de dag door, zowel in de klas, op de kamer, naar de consultaties die map bij zich heeft, kan dat eigenlijk door heel het team gelezen worden. Bij aanvang zijn er altijd een aantal standaardafspraken die voor ieder kind van toepassing zijn. Ik ga ze met u overlopen. De juiste plashouding, Lisa heeft daar al over verteld. Zitten op de juiste manier, eventueel het bankje gebruiken. Dat iedere plas afgemeten wordt, wij doen dat.
door een urineopvangsysteem in het toilet te hangen waarin het kind dan kan plassen. Samen met het kind gaan we dat dan ook bekijken. Wordt dat ook genoteerd? Indien nodig, zoals thuis het nachtkleurgebruik, dan doen wij dat ook verder. We proberen eenmaal per dag te sparen voor een superplas. Dat is dus proberen om de plas wat op te houden. Dat ze ook wat meer voeling met de blaas krijgen. Bezoek kan pas na 16 uur. Cafetaria bezoek enkel op woensdagnamiddag. We proberen dranken met prik, koffie of thee te vermijden. Maximaal 2 glazen melk per dag. Dat is eigenlijk in functie van de obstipatie, zoals ook al was gezegd. En nog een aantal andere zaken. Het is belangrijk dat kinderen leren om, als ze geplast hebben, om dat allemaal zelf te noteren. We proberen ze dan ook te belonen, vooral verbaal, maar dat kan ook met een sticker zijn of een keer met een klein snoepje. Ook een van de dingen die gebeuren is dat er altijd een verpleegkundig, psychologisch en urologisch verslag wordt opgemaakt. En dat na de 2 weken, als de kinderen klaar zijn met de therapie, hier bij ons, dat er een opvolgconsultatie is bij dokter Kempe en eventueel bij Lisa of Nele. En de rest heb ik u al verteld. Wat ik ook nog wou zeggen is, na het beantwoorden van al die vragen van het intakegesprek, dan gaat de verpleegkundige met de 2 kinderen naar de kamer. Want wij hebben altijd 2 kinderen, omdat we dan ook weten dat kinderen, als ze niet het gevoel hebben, ik ben alleen met het probleem, er zijn er altijd 2 per training. En die meestal komen zij op eenzelfde kamer terecht. En dat geeft dan ook het gevoel van, tja, ben niet alleen. Het zijn er nog die dat probleem hebben. En we werken ook vaak dat die kinderen elkaar eigenlijk stimuleren om het goed te doen van, hoeveel heb jij geplast? Ah, bij mij was het zoveel. En bij mij was mijn broekje droog. Dus al die zaken stimuleren hen wel. Dan wil ik u ook de dagindeling tonen, want gedurende die 2 weken is er eigenlijk een min of meer vast dagritme. En dat begint met bij het opstaan dat de verpleegkundige een broekcontrole doet. Als het kind natuurlijk een pamper draagt, dan wordt de pamper bekeken en die wordt gewogen. En dat moet ook genoteerd worden. Dat doet de verpleegkundige samen met het kind. Dan krijgt het kind zijn ontbijt met daarbij behorende drankschema. Dus het kind moet dat bekijken, het kind krijgt dat om te drinken en moet het ook achteraf weer invullen. Indien nodig is er dan ook een stoelgangtraining. En daarna is het douchetijd. De verpleegkundige die ziet er eigenlijk een beetje op toe dat de kinderen een stukje zelfredzaamheid kweken om zelf die hygiëne aan te pakken. Want vaak zijn er kinderen die met een natte broek blijven lopen, die het niet zeggen. En het is toch wel belangrijk om hen daarin een stukje te begeleiden. Wanneer de kinderen gedoucht zijn, dan mogen die kinderen naar de spelo komen. Dat is eigenlijk onze taak. En aangezien deze kinderen eigenlijk niet ziek zijn, dan is het eigenlijk wel van belang om ze aangenaam bezig te houden. Zieke kinderen, die slapen veel. Maar die kinderen, die zijn springlevend en die vinden het leuk als ze goed bezig gehouden worden. Dus wij voorzien eigenlijk heel veel spel- en knutselactiviteiten en maken dat dat kind constant kan bezig zijn. Want aangezien de ouders maar om 4 uur op bezoek mogen komen, is dat voor hen een lange dag. Natuurlijk moet er tijdens dat spelen in de speelklas ook gedronken worden. En onze taak is dan ook om hen daarbij te begeleiden en hen telkens te zeggen van, kijk een keer, hoe laat is het? Hoeveel moesten we drinken? Kijk een keer in uw map. En dus die kinderen moeten daarbij begeleid worden. U kunt natuurlijk ook wel verstaan dat dat voor heel wat kinderen niet evident is. Zeker jonge kinderen of kinderen met weinig motivatie, die moeten enorm gestimuleerd worden. En onze taak is dan ook om dat te doen. Dus dat wordt ook allemaal ingevuld door ons. En per dag moeten de kinderen ook naar een aantal consultaties. 2 maal per dag gaan ze naar Lisa voor therapie. En wij maken ook dat de kinderen meegaan naar daar. Dat ze ook vooraf, dat we zien dat ze eigenlijk proper broekje hebben. En we brengen ze ook naar dokter Kempen, bijvoorbeeld de Uroflowmeter voor de superplas. En dat is 1 maal per dag. Bij Lisa 2 maal. 'S middags, als de speelhoek dicht is, dan krijgen de kinderen gezamenlijk een middagmaal. En dat stimuleert hem ook om te eten en te drinken. En volgt ook weer het drankschema en indien nodig de stoelgangtraining. Daarna is er een beetje platte rust.
En dan gaat de speel ook weer open. Dan doen we eigenlijk weer hetzelfde. Er wordt gespeeld, er wordt gedronken. En Lisa die komt, zoals Lisa al zei, een aantal keer ter observatie naar de klas. Of neemt de kinderen ook mee voor bepaalde testing te doen. Soms vraagt Lisa ook wel, wil je daar een keer op letten of wil je daar een keer op letten? Nele vraagt dat ook. En dan proberen wij dat ook te observeren. Wij kunnen ook op die manier, omdat alles spelenderwijs gebeurt, een aantal dingen observeren en detecteren. Want die kinderen zijn een hele dag bij ons. Wij kunnen ook rap zien, bijvoorbeeld, mist dat kind zijn familie? Spreekt het over zijn familie? Is het hier wel happy? Of is het eerder met tegenzin? Excuseer. En dus al die zaken die kunnen maken dat wij bepaalde dingen zien en we kunnen dat ook doorgeven. En eventueel kan er dan bijgestuurd worden. S'avonds, dan is dat niet meer voor mij, want dan is dat weer voor de verpleegkunde. Dan is het weer een avondmaal met drankschema en stoelgangstraining. Ik wou ook nog aangeven dat eigenlijk heel het plastrainingsgebeuren, dat er heel veel motivatie van de ouders, van de kinderen, maar ook van het team nodig is. En dat wij echt proberen de kinderen enorm te motiveren. En we merken ook, als het dan goed lukt, dat die kinderen heel happy zijn, zoals gezegd. Ik dank u voor uw aandacht. Nu is er eigenlijk ook tijd om vragen te stellen. Dus ik denk dat het team naar hier komt. En dat u, als er dan vragen zijn, dat die gerust kunnen gesteld worden. Ik weet niet of er vragen zijn. Shoot! Ja. Allee. Ja, leuk. Ik kan me voorstellen, het is een mooi multidisciplinair instrument. Waarbij je dan met heel veel actoren een kind dat vast het schoonheidsproblemen kan verder halen en ook het gezin. Maar er zijn andere actoren in het veld dan. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de huisarts, ik denk bijvoorbeeld dan aan de school, ik denk bijvoorbeeld aan de grootouders. Hoe kunnen jullie deze mensen bereiken met het project en hoe betrek je die in de communicatie? Want ik kan me voorstellen dat training niet alleen in de klasschool moet doen, maar dat dat ook verder in de thuissituatie moet worden. Vandaar dat het inderdaad belangrijk is van al deze actoren, zoals dat we het opgenoemd hebben, te bevragen. Niet dat ze altijd allemaal persoonlijk langskomen, maar dat we inderdaad ook aan de ouders vragen van, kun je dat informeren? Kun je van die mensen allemaal hetzelfde verwachten? Wat dat we wel heel vaak doen, is zelf contact opnemen met de scholen ook. Om daar toch wel een stuk ons beleid uit te leggen en aangepast aan het kind. Vandaar dat ook Nele heel vaak op voorhand ook al de scholen bevraagt om dan een stukje de therapie op elkaar af te stemmen. Maar het vraagt inderdaad van iedereen en ook van ons toch wel een sterke motivatie om iedereen en al die neuzen een beetje in diezelfde richting te krijgen. En kun je die mensen in school verplichten om daaraan mee te werken? Want ik kan me voorstellen dat er soms leerkrachten zijn die zeggen, of onderwijzers, doe je de wereld aan passen of je blijft nu zitten in je school terecht. Nu, de kinderen krijgen ook altijd een attest mee van dokter Kempen. En daar staat er dan op om het kind toch echt wel de toestemming te geven om te drinken tijdens de lesuren, om te gaan plassen. En indien dat nog altijd moeilijk ligt, dan wordt dat persoonlijk besproken met de leerkracht. Dan bel ik die op of dan vraag ik om mij te contacteren. Maar meestal is dat geen probleem. Ja. Ze worden absoluut niet gewekt. Tenzij dat ze met de plaswekker werken. Dus een kind 's nachts preventief wakker maken is eigenlijk een slechte aanpak voor een bedplasser. Want je leert dan eigenlijk die kindjes, maar krijg ze toch niet wakker. Krijg ze maar half wakker. Dus ouders maken soms preventief de kindjes wakker rond 11:30 als ze zelf gaan slapen. Dat kind is niet wakker en je leert ze dan eigenlijk nog een keer extra als slapend pipi doen. Dus die kinderen worden absoluut niet gewekt.
worden wel geobserveerd. De pampers worden 's morgens gewogen. En oftewel starten we de plaswekker op of doen we verder met de plaswekker. Oftewel wordt tijdens de observatie de medicatie voor het bedplassen aangepast. Is er een relatie tussen dysfunctioneel plassen met kinderleeftijd en dan misschien later hervallen op meer volwassen leeftijd? Je ziet dus op 18-jarige leeftijd zie je dat er eigenlijk al een 10-15% van de volwassenen, maar dat zijn kinderen die eigenlijk volwassen worden en die eigenlijk nooit van een overactieve blaas afgeraakt zijn. Ja, en dat zet zich inderdaad verder op volwassen leeftijd. Als er geen verdere vragen meer zijn, dan wil ik alle leden van de plasschool van het AZ Sint-Lucas onder de dynamische leiding van dokter Bart Kempen bedanken voor jullie echt interessante presentatie. Zo zie je maar hoe dat je eigenlijk met heel veel mensen samen een heel mooi instrument kunt bouwen om zowel kind als gezin verder te helpen. Het kan alleen maar een voorbeeld zijn om dat ook in andere deeldisciplines van de urologie toe te passen.